Backpackers wordt mede mogelijk gemaakt door Discover EU. Deze aflevering in Backpackers. Litouwen. Kijk, dit is tenminste een mooie stad. Het is niet heel toeristisch volgens mij deze stad, maar het is echt geen idee waar de fabriek moet zijn. Oh, dames en heren, moet je nagaan. Het is nu gewoon op dit moment 2:30 s'nachts. Welkom bij Backpackers. In deze serie ga ik met een backpack door Europa. Mijn idee is 16 landen in 2 weken te bezoeken. Gaat dat mij lukken? Je ziet het in Backpackers. Check this, this is so beautiful. Toen was je. Goedemorgen mensen, we zijn in Litouwen. Het is op dit moment, even kijken, we hebben weer een uur tijdsverschil, dus het is... Oh ja, we zijn een uur vooruit gegaan. 4:10. Het was Polen 3:10. S'nachts. Hier is gezellig, niet zo van het mooie op soms opgaan. Het was steeds eerder, maar ik ga nu steeds meer naar het noorden. Het wordt ook wel wat kouder. Ik merk dat wel nu al. En mijn neus heeft er ook wel wat last van. Ja, ik heb er vandaag echt even last van gehad. Maar we zijn in Litouwen. Een paar uurtjes, ongeveer 2 uurtjes. En zijn in Vilnius. En ziek eruit. Echt heerlijk dit. Dus ga zo weer de bus in. En echt genieten. We zijn er, Vilnius. Ik heb al mijn spullen. Ik heb echt met die 4 banken heb ik gewoon gezeten. Het ging op zich wel goed. Een paar uurtjes geslapen. En we zijn nu in Vilnius. Nog een beetje pijn van gisteren, maar we doen ons best vandaag. Ik kan echt een bereik maken met mijn tas voor de GPS trekken. Oh. Oh nee, jij ligt er gewoon op. Nou, ik ga mijn tas pakken. Nou mensen, we zijn in Vilnius. We staan nu in een andere bus. Er staan hier nog wel Russen en Belarussen mensen en zo. Dat is best wel bijzonder. Maar je merkt wel dat wij nu wel heel erg richting. Nou ja, wat zou ik zeggen. Het is gewoon heel erg Oostblok hier. Echt gewoon alles is oud. Oude trams, oude. Kijk, dit is bijvoorbeeld het busstation. Het ziet er gewoon hartstikke oud uit. Wat we nu gaan doen. Ik ga zo kijken voor Lidl. Want ik zag wel dat de Lidl hier echt al heel vroeg open gaat. Het is nu 6:30. En om 7 uur gaat de Lidl open. Het is vandaag zondag, ook nog eens. Dus het is echt ideaal, ondanks dat het zondag is. Want ik moet ontbijten, want ik heb best honger. En ik wil eigenlijk even naar de wc, maar ik kwam af. Oh, wacht, daar is het hotel. Denk ik. Kom goed. Nou, en dan gaan wij Vilnius verkennen. Want het zit aardig in de oude stad. Want we gaan vanmiddag, heb ik al geregeld, naar Riga gaan. We zijn hier maar een paar uur, ongeveer tot 10 uur. Dus we zijn hier ongeveer 4 uurtjes, dus we hebben alle tijd. En genieten, gewoon lekker nu. En dan vanmiddag naar Riga. Moet je nagaan, hier wonen waarschijnlijk gewoon mensen. What the fuck? Nou, wat is maar weg. Op weg naar Lidl. Ik ga toch lekker om 7 uur op zondagochtend lopen. Oh, je moet weg naar Nederland hebben, dat systeem. Ik zie gewoon zie een ding. Ja, heb gewoon dingen. Als we dit nou in Nederland hadden, nog beter. Winkels 7 uur open. Ja, niet alle winkels, alleen Lidl gaat om 7 uur open. Ik zag ook sommige winkels die echt om 10 uur open gingen. Om 8 uur. 8 uur open zijn niet zo heel erg. Maar 7 uur is wel chill. Dus ja. Het is wel een beetje een bijzonder gebied als ik heel eerlijk ben. Je merkt echt gewoon dat je echt in het Oostblok zit. Maar gisteren niet. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar dat is echt de oude stad, daar gaan we straks heen. Ik heb ongeveer nog een uurtje of 4:30 nu ondertussen. Dus ik heb ondertussen alle tijd nog. Ik kan nog wel een souvenirtje halen, dus het wordt nog wel krap bij tijd. Maar het komt er zo op. En zo hebben we daar een Litouwse trein. Ga ik niet in zitten, want de treinen gaan niet internationaal. Anders was ik hier met de trein gegaan. Maar ja, ik weet het, ik heb natuurlijk zo'n Europese treinkaart van Interrail. En dan ga ik heel veel met de bus. Maar we gaan zeker nog binnenkort wel vaak met de trein hoor. Er komt echt trajecten dat we echt heel vaak met de trein gaan. Maar nu nog even rustig aan doen. En we gaan daarna halen. En we zijn broodje aan het halen. Eten. Even hier eten.
even drinken heb ik nog. Ja, dit komt nog niet. Ik ga heel erg in dit soort video's gaan. Er staat nog geen fuck in. Dus we zijn hier alles leeg. Hier de doof vervolgbaar is. Hier. Nou, ik heb wel weer zin in een colaatje. Maar niet een grote fles. Nee, gek. Dit is een beetje, heb je geen flesjes? Oké, nou doen we een blikje. Ook leuk. Hier zit wel iets in het zaterdag. Nou, niet gaan af. Nou, het voordeel was dat er niet heel veel bezienswaardigheden te zien zijn. Dus we kunnen vrij snel door deze stad heen. Want ik heb nog iets meer dan 3 uur te gaan. Voordat ik weer bij de bus moet zijn. Het was weer een leuke Lidl. We gaan op dit moment nu zo naar de oude stad van Vilnius. Denk ik wel leuk. En gaan we daar eens kijken wat daar is. Kijk, zie je daar al iets? Oh, kijk. Het komt. Kijk, dit vind ik op zich wel mooi. Dit zijn een beetje oude gebouwtjes en ik weet niet, ik heb er ook wel iets mee. Modern vind ik ook heel mooi, maar ik zag oude stad Vilnius. Daarvoor komen we ook. En het centrum zat er gewoon echt precies naast. Vergeleken Warschau. Warschau die had het echt gewoon slecht geregeld. Dan moest je gewoon een heel stuk door Warschau heen. Dat was 5 kilometer van het centrum af of zo. Nou, en nu zit ik gewoon, nou, denk een paar honderd meter na. Misschien een kilometer, maar ja. Het komt allemaal goed. Kijk, dit is tenminste een mooie stad. Het is niet heel toeristisch volgens mij deze stad, maar het is best wel een hele mooie stad. Ik heb blij dat ik hier ben geweest, als ik hier eerlijk ben. Hey, daar is me, toen ik hier kwam, dacht ik echt zo met, we gaan weer een hele oude Sovjetstad krijgen. En het is gewoon, ja, een Oostblokstad. Maar nee, het is, het ziet er goed uit. Het is natuurlijk wel armoedig hier. Mensen zijn hier wel wat armer, maar voor de rest bevalt het mij nog wel. Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat daar wel eens heen kan lopen. Ik hoop niet dat het al te ver lopen is. En ik heb niet alle tijd vandaag. En ik wil ook een beetje met mijn backpack zitten. Dus dat, Maar ja, het is een zo grappige stad zo. Nou, we zitten echt in de stad weer. Daar hebben we de vlag van Vilnius, of van Litouwen. Over 2 uur vertrekt ongeveer de bus naar Riga. Dus het zal benieuwen. En dan gaan we het zien. Het is alleen hier nog wel 50 minuten lopen, hè. Daar is het station weer. Ik ben echt wel heel ver de stad in gelopen, maar het is ook niet heel erg. Maar ik wil nog even die kant op, want daar wordt het denk ik heel modern. En ik denk dat ik daarna gewoon zeg, met een keer weer terug naar het station en we zien het wel. Maar het is een leuke stad om zo even te zien. Ik was eerst heel bang dat het een hele oude stad was en dat het echt het oostelijke deel was. Of weer een echte oosterstad. Maar ik had niet echt het idee dat het hier zo was. Het is wel een lekkere stad. Mijn neus zit alleen wel heel erg dicht. Dat is wel heel irritant. En het is hier wel een stukje kou, moet ik wel toegeven. Ik heb hier gewoon kou bij mijn jas aan. En gisteren liep ik gewoon zonder jas aan, korte mouwen en ik had warm. Maar het is hier ook gewoon, het wordt vandaag maximaal hier 5 graden kouder. Gisteren was 26. En vandaag wordt hier echt 21 graden of zo verwacht. Dan kon ik alleen maar naar het noorden gaan, want de zon was ook al heel vroeg op. En natuurlijk, we hebben het tijdsverschil, dat scheelt natuurlijk ook wel weer wel mee. Maar ja, lekker genieten zo. En dan gaan we nog even die kant zo op en dan gaan we naar het station. Nou, ik zit even lekker te genieten van het mooie uitzicht. Check dit. Echt heel mooi. Ja, daar heb je... Kijk, daar heb je nog wat andere gebouwen staan. Dat is meer van de moderne gebouwen. Ik heb nog iets meer dan 2 uur of 1,5-2 uur of zo. Het is een half uur lopen naar het station. Ik moet wel extra tijd meenemen, want die backpack, ik loop al wat langzamer. En natuurlijk moet ook weer er zijn. En ik, wat was er nog meer? Ik wil ook af en toe even stoppen. Maar ja, je ziet hier ook bijna geen enkele toerist. Je ziet echt alleen of Oekraïners of met het Wit-Rusland. Zie ik nog wel eens. Nou, natuurlijk Litouwen, zodat je natuurlijk in Litouwen bent. En ja, ik heb misschien 1 of 2 Polen gezien. En dat is het. Je ziet hier ook helemaal geen toerist. Dus maar het is, ik vind deze stad wel leuk hoor. Ik vind het echt wel een mooie stad. Tenminste de stad zelf, voor een dagje. Ik hoef hier niet over 2 jaar nog een keer heen, maar ik vind het wel een leuke stad. Dus het is wel een pluspunt. Kijk jongens voor dit gebouw, kijk wat dit is.
Het is, ja, ik weet niet wat het is, maar het is wel echt typisch Litouws, om het zo maar te zeggen. Dus, we moeten zo naar de bus, want het is nog 25 minuten lopen. Ongeveer 3 kwartier vertrekt hij volgens mij. Dacht ik. Ja. Dus we moeten een beetje gaan lopen. En dat komt goed. Nou, dames en heren, we zijn bij de bushalte. Daar gaan we, officieel. De bus in. Ik was even zoeken. Maar schijnbaar is het hier nu binnen. Dan moeten we er doorheen. Maar hier staat ook, ik wil even naar information, want daar kon ik er een beetje uithalen. Maar ja. Dus je hebt hier echt van alles, volgens mij. Ik moet naar platform 20. Ja. Dat is leuk. Ja, bussen zijn hier in de Baltische Staten serieus populair. Echt geen idee waar de fuck ik moet zijn. Maar nou dus, ik ben hier ook nog nooit geweest. Dat is wel eens leuke. Die eindigt op 22. Ja, helemaal niks aan. Hello. Do you know where is platform 20? No? Ja, no English. Oh, no English. Oh, sorry. Deze vraag was eigenlijk klaar. Dat vergeet ik nog wel eens. Ja, of het is hierachter. Maar ik herken het nu wel weer, want daar ben ik vanochtend uitgeslapen. Oh, die rug. Die rug voor mij doet echt zoveel pijn. Ik word er ook niet per dag beter op ofzo. Ik ga daar wel vragen. Minsk, Moskou. Nou, Moskou hoef ik ook niet heen. Hele andere kant op. Oh, het is echt goed dat ik hier op tijd ben. Ik moet straks nog wel rennen, denk ik. En nog 30 minuten. Hallo. You speak English? Yeah. Nee. Oh. What? Do you know where it's platform 20? I'm not understand you. This bus. No, I search the bus. Where you travel? I go to Riga. Riga? With the Flixbus. Riga. We don't know. Riga, I think. We don't know. No? You know, we don't know. Next in this bus. Okay. Thank you. Okay. Same day. Oh, wacht. Ik zie het al. Hier is platform 20. Rotterdams. Maar misschien zit ook wel de Flixbus. En deze gaat naar Tallinn. Ik kan er al vragen. Ik heb gewoon mijn ticket en ik zeg luister eens vriend. Dit is mijn ticket. Maar dit is geen Flixbus. Dit is de Lux Express. Dat is heel anders. En Flix heeft er ook geen informatie op neergezet. En ze hadden wel Riga, Salinas, ja. En Stuttgart. En dit is ook wel Riga. Dus nu, ja. Praag, München, Rotterdam volgens mij. Berlijn. Ik heb geen idee. Het hoeft toch niet met die Flixbus, hè? Ik kom echt 5 minuten van voor op. Nou, op de Aangas Sportje ook zo. Ja, dit gaat ook nog niet. Maar deze gaat ook naar Vilnius, Riga, Tallinn. Dat zou ik ook kunnen nemen. Zo, tijd een beetje. Maar ja. Maar we wachten wel rustig en ik ga hier, het was iemand anders, ja, ik had gesproken, die sprak gelukkig Engels en die moest ook deze bus in. Dus dat, ja, kom goed. Kijk, er staat als je met de bus rijdt, dat je terug moet je kwartier, dat je er moet zijn voordat hij vertrekt. Nou, ik zie geen bus en het is 10 minuten voordat hij vertrekt. Dus we komen elke keer op het laatste moment een keer aankakken en dan was hij bus in. Welkom bij Flixbus. En daar komt de Flixbus. Je moet vervrouwen. Tallinn, Gada, Vrijvliegen, Jas, Puska. Oké, kan. Nou, ik heb wel mijn nekkers geweest. Ik heb geen hoofd op mijn opzet. Ik heb een kort stap en een reetentje. Dus ik heb wel een kaart. Ik heb er wel een kaart. Ik heb er wel een kaart. Zo, dat waren de laatste. Op.
Duitse Litouwse bodem. 10B. Wat is hier? Ik zie het daar. Dat is heel kut. Ik zit in het midden. Ja, ik wacht even. Dus, en als er nieuwe bij komt, dan ga ik hem naast me afzetten. Dat is dit op zich wel oké. Is het in ieder geval in de zwemgehad. Jongens, we zijn vertrokken naar Riga. We zijn nu. Het viel hier nog even stil. Over 5 uur met de bus naar Letland. Ik ben ook nog nooit in Letland geweest. Dus ik zoek echt alleen maar nieuwe landen vandaag. Litouwen was ik ook nog nooit geweest, maar het was wel leuk. Alsnog heel veel kerken, maar het was wel een leuk land. We gaan nu zo meteen naar Letland toe. Nooit geweest, dat zou me ook echt benieuwd of tegen aantreffen of hoe of wat. En, maar we rijden nu ook echt door de meest bijzondere wijken. Maar ja, het is een leuk land. Nou, daar zijn we met de bus. We zijn nu in Slibidibuska of zo, geen idee. De laatste halte voor Letland. Ongeveer nog 80 kilometer en dan hebben we de eerste volgende halte in Letland. Dus ik ga het wel zien. Ik ben nog nooit geweest in Letland. Ja. De laatste keer Litouwen. Maar dit is ook wel zo'n arm dorpje. Een nieuw dorpje. Ik zal wel even uitzoeken. Wacht, nu Pauvinis. Pauvinis. In Litouwen. Maar ja, dit is het. Ik had al een beetje halverwege in de bus geslapen. Het begint me in te krakken. Al niet bij de slaap. Dan gaan we weer er tegenaan. Dan moet hij nog een uurtje of drie. Dan is dat gewoon goed. En dan gaan we naar Letland. Ja, dit is best wel, ik vind die taal ook allemaal heel bijzonder hier. Nou ja, we gaan naar Letland, dat is het belangrijkste. Ja, dan ga je nu weg. En ik zie van de shots, misschien of niet. En ik zie jullie wel weer als we in Letland zijn. Aan de andere kant. We zitten eigenlijk weer richting het westen, zijn weer gaan we zo kozen.
Letland. Letland zijn we. Ja, we zijn in Letland. Oké, daar ligt mijn tas nog zo mooi. Hallo. We hebben daar wel een mooi en leuke gehad. Het is leuk om hier in Letland te zijn. Het is de eerste keer. Ik een beetje eens trekken. En dan kunnen we zo de bus weer in naar Riga. Want het is nog een uur rijden op naar Riga. Dus dat is cool. Anderhalf uur. Zo, zoiets. Maar het is leuk dorpje zo te zien. Het ziet er leuk uit. Nou, we zijn er. De bus is weer zin dat we gaan. Oh, dit. En dan gaan we naar Riga. Ik heb honger, ik was niet zo slim geweest om eten te halen. Wat het heeft niet te doen. Maar ik ga straks gewoon even weer naar de supermarkt. Maar ze hadden geen Lidl in de buurt. Maar ze hebben wel andere lokale supermarktjes. Maar ik ben wel lang blij dat we in Letland zijn. Dat is een mooi doel. Dus dat betekent dat we deze trip nu ongeveer op vijf landen hebben gehad. Vandaag nu twee. Dat is echt top. Het wordt alleen maar leuker, geloof ik. Het is echt alleen maar. Maar ja, we zijn in Letland, dus. Nou, één laatste stop. Het vliegveld van Riga was het. Niet echt naar buiten, maar we waren ook heel snel Riga. Maar het is nu 3:10, 's middags. Alleen een kwart vier komt de bus normaal aan volgens de app. Alleen het is 20 minuten rijden. Ja, waarschijnlijk, ik weet niet hoe erg druk Riga is, ik ben nog nooit geweest. Dus ja. Maar dit is dan het internationale vliegveld van Riga. Ziet er grappig uit. En dus we rijden nu naar de andere kant toe, of we rijden nu echt naar het centrum toe van Riga. Moet ik wat eten, want ik heb nog steeds geen middag gegeten. En dan gaan wij heerlijk genieten van de stad en vanavond naar Tallinn. Dat is hartstikke leuk. Oh ja, dat heb ik nog niet verteld. Ga ik ook nog naar Tallinn en dan stopt het hoofd voor vandaag. Dus dan heb ik vandaag Vilnius, Riga en Tallinn in één dag gedaan. Dat is ook al een keer genoeg geweest. Niet dat ik dan nog verder met de bus naar boven kan, maar ik heb voor vanavond heb ik ook al een bus naar Tallinn. Ik kan ongeveer 3 uurtjes in Riga blijven, dus dat is mooi. Iets korter iets dan Vilnius. Ik hoop dat ik beetje de tijd kan houden. Maar ja, we gaan het wel zien wat er gaat gebeuren. Even souvenirs kopen en even kijken en dan weer door. En morgen heb ik in principe gewoon een rustdag ingepland in Vilnius. Dus dat is gewoon lekker rustig aan. Want heel eerlijk, het is altijd best wel intensief. Dit is al best wel een intensieve trip. Dus morgen doen we even één rustdagje. En dan wil ik waarschijnlijk naar Finland. Dus die dag erop. Want ja, voor de rest, ik kan ook nergens anders heen. We gaan wel omhoog dan. Ik ben nog nooit in Finland geweest, ook leuk. Dus we gaan nu naar Riga. Kijk, we zijn in Riga. Je hebt daar ook zo'n loop iets onder. Iets. Aan de andere kant van het water. Oké. Okay. We zijn in Riga. Hartstikke leuk. Super gezellig. En het is wel iets minder Sovjet. Ik dacht, ja, dit is misschien wel weer. Of nou ja, Sovjet. Amper moet ik ook over Sovjet. Oost-Europees. Met het andere is echt Oost-Europees. Maar dit is wel wat minder Oost-Europees. Ziet het er wel uit. Alleen de wegen zijn wel heel raar. Kijk, nu heb je weer gewoon een snelweg. Wat ik best wel raar vind. Maar net heb je gewoon anderhalf baans weg. Gewoon per rijbaan. Maar ja, ik vind dat gewoon ook ziek hoor. Dit is wel. Kijk, zoals nu kan je aardig een beetje doorrijden. Dus, hartstikke leuk. En we gaan. Nu zou je even de stad verkennen. Ik ben alleen nog waar we eruit terug moeten, maar dat komt wel goed. We rijden nu rechtstreeks richting dat gebouw. Oké, we hadden hier een beetje gaas tijd. Want die andere. We hebben ongeveer 3 uur de tijd en dat is niet heel lang. Maar ik kon gelukkig heel snel in één keer mijn backpack op doen, omdat ik die andere bagage disk niet bij had. Vorige keer stond ik daar heel even. Oh, dat is gewoon niet, hè? Oh, dat is die bus die ik eerst zag, volgens mij.
waarbij ik bijna wil instappen in Vilnius. Nou ja, anyway. Maar ik kon hier nu vrij gauw in. Dus, maar het centrum is als het moet ook hier kleiner. Dus schuld. Maar ik moet wel echt eten, hè, want dat is, ja, dat is even een ding. Dus ik ga zo gewoon een lokaal supermarktje opzoeken en we zien het wel. Wat we gaan eten. Nou, we hebben ons middageten. Dus we kunnen lekker eten. Nou, we hebben daar net even dat oude gebouw, dat is een soort van presidentgebouw of zo bezocht. We gaan nu naar de oude stad en dat schijnt heel erg populair te zijn van Riga. Een van de bekendste dingen. Dus ja, het zal me benieuwen wat wij tegenkomen. Ik denk na 5 uur busreizen, mogen we weer een stukje gaan lopen. We moeten vanavond weer 5 uur. Top. Maar ja, we kunnen wel genieten hiervan, vind ik. Ik val wel op elke keer de reizen 6 uur, onder nabij 6 uur ongeveer zijn. 6, 5 uur. Ja, dat is niet opgemaakt. Maar ja, we hebben er bol in en dat is belangrijk. Oké, we gaan naar de oude stad, die is daar. Alleen in plaats van in Nederland hebben we natuurlijk zo dat je gewoon over de weg gaat oversteken. Maar je hebt zoiets anders slims gedacht. Het is misschien wel slim, alleen het is wel heel vermoeiend. Maar als je een backpack op hebt, dat is onderdoor. Dus dan moet je hier zo en dan ga je zo onder die weg door. Ja, ik weet niet wat hier staat, maar ik denk dat het Centraal Station is. Een andere misschien oude stad of zo, geen idee. Kijk, dan loop je hier zo onder door. Een heel stukje. Dan kom je daar aan het einde van die gang uit. Nou, en dan ben ik in principe gewoon bij de oude stad. En dat is mooi, want die oude stad schijnt heel mooi te zijn hier. Dat schijnt de toeristische trekprijs van Vilnius te zijn. Nee, van Riga te zijn. Dus, we gaan nu gewoon naar de oude stad en we zien het wel. Nou. Kijk, ja, daar heb je dat gebouw waar ik net was. En hier heb je de oude stad. Als het goed is. Het schijnt denk ik heel, heel mooi te zijn. Dit schijnt dan echt de trekprijs van Riga te zijn. En ja. Alleen geen idee wat dit is. Ik zie gewoon wat bos. De vlag van de Europese Unie. Maar ik denk meestal als je, dat je dan die kant op loopt als je oude stad in loopt. Ik heb geen idee, hè? Ik ben hier nog nooit geweest, dus we weten het niet. Ik ben ook nog nooit, was ik hiervoor in Letland geweest. Dus dit is voor mij ook de eerste keer dat ik in Letland ben. Maar ja, leuk. Oké, ik lig even uit wanhoop mee tassen mee had. Of ik dat al niet de hele trip zeg. Ik heb echt veel spul mee, maar ja, het komt goed. Ik zit nu echt in de oude stad. Over 2 uur vertrekt de bus ongeveer. Dus dan moeten we er wel weer zijn. Dus dan moeten we wel een beetje doorlopen met deze stad. Maar ik heb in ieder geval wel een hele leuke plan. Zoals deze. En deze. Ik vind het al wel zeker geslaagd. En nu zo nog even doorlopen. Dan gaan we naar Estland. Maar het is wel leuk hoor. Mensen worden wel steeds liever en ik heb het idee steeds minder een oostblok gevoel krijgen. Dus dat is echt wel een voordeel. Dat ik in Vilnius heel erg, maar dat heb ik nu al minder. Dus dat is echt fijn. En Oké, dit is echt een hele mooie stad. Ik zit nu in de oude stad van Riga. En het is een hele mooie stad. Dus heel apart hoe het ook allemaal is. Ik zit nu een beetje even in zo'n straatje. Ik heb ongeveer nog een uur en dan trek mijn bus weer naar Tallinn. Laatste land van vandaag. Ik ben 4 landen geweest, om precies te zijn. Want die Ballingstok was ook na 12 uur. 4 landen, 24 uur. Nou, maar daar blijf ik niet van morgen, gewoon lekker de hele dag. Ik moet nog even kijken hoe ik slaap, maar dat gaan we nog even regelen. Ik wil het liefst dan morgen ook gewoon dat ik niet mijn backpack bij me heb. Dat ik gewoon ergens kan liggen en dat ik gewoon vrij rond kan lopen zonder backpack. Want het is best zwaar, heel eerlijk gezegd. Het is lichamelijk echt zo'n ding, ik weet niet niks. Ja, dat is een beetje de onderliggende reden. Het is nog 20 minuten lopen naar de bus. Ik heb eigenlijk alleen een beetje de oude stad gezien en een beetje daar de markt en het parlementsgebouw. Volgens mij is er voor de rest ook niet heel veel bijzonders in Riga. Als het gewoon goed mis en dan moet ik hier nog maar een keer weer komen. Ja, misschien kan je dit achteraf misschien wel. Ja, hier had ik misschien net wat te weinig tijd voor. Vilnius was top, maar Riga had misschien iets meer tijd genomen. Maar ja,
de volgende keer misschien. Ik vond het sowieso wel een keer leuk om hier geweest te zijn. En het zijn gewoon geen wereldsteden. Als ik leuk ben. We gaan, denk ik, waarschijnlijk gaan we nog later hier naar de wereldsteden. Ja, eigenlijk weet ik het al wel, maar ik ga het niet zeggen. Als deze serie ook niet leuk. Dus, ja. We gaan de wereldsteden zoeken we misschien nog op. Maar dit zijn gewoon geen wereldsteden. Dit zijn wel hoofdsteden waar ik nu heen reis. Van hoofdstad naar hoofdstad, maar niet echt hoofdsteden. Dus ja. Maar mensen worden wel steeds vriendelijker, maar het wordt ook wel steeds kouder om op te geven. Per stukje dat ik naar het noorden ga. Dus dat is echt heerlijk. Maar ja, ik ben wel blij dat mensen vriendelijk zijn. Nu zo reizen naar Tallinn en dan kunnen we eindelijk genieten. Dan ben ik echt blij. Maar ik ben echt kapot. Eigenlijk. Ik durf het niet te zeggen, ik ben echt kapot. Maar het is straks nog 5 uur reizen met de bus. Dat is echt nog wel leuk. Nou, en daar zijn we. Weer even met dat pleintje. Laat ik nog jullie even laten zien. Kijk. Het ziet er wel ziek uit. Ja. Hele oude, mooie oude stad hoor. Ik viel niet eens. Of Riga. Ik kreeg ook met z'n tweeën door de war. Moet even kijken. Ik kan helaas niet alles kunnen zien. Maar wel grotendeels. Maar ik moet op een gegeven moment ook wel weer gaan. Anders mis ik mijn bus naar Tallinn. En dat is ook wel weer kut. Nou, we zijn weer even bij de tunnel. Ik heb even gezeten. Ik moet straks daar wel onderdoor. Maar ik heb even iets last van mijn schouders. Ik zal wel even doorzetten, want anders mis ik mijn bus. Maar het is even, het is wel even pittig. Ik heb echt pijn om mijn nek en mijn schouders. Ik ben blij dat ik morgen een rustdag heb. En heel eerlijk, ik denk dat vrijdag op zich redelijk chill wordt. Het is niet zo dat ik net zoals vandaag alleen... ja, misschien half. Maar zoals vandaag was het wel heel erg extreem. Echt door stad met zo'n heel zwaar ding lopen. Want het ding is best wel zwaar, als ik moet toegeven hoor. En vergis je niet in. Maar ja, het is leuk. Maar ja, we moeten nog binnenkort weer even met de trein. Want we hebben 7 reisdagen, omdat we van Go Europe dit hebben. Anders was deze serie ook niet ontstaan. Dus dankjewel Go Europe. Maar ik heb 1 reisdag tot nu toe gebruikt. Dit is echt letterlijk de eerste backpacker die ik trouwens zie. Omdat ik alleen met de bus heb gereisd. Of niks heb gedaan. Die grond is niet echt zo. Dus ja, dat moeten we nog even doen. Wanneer? Ik heb nog geen idee. Maar ik ga nog even met de bus. Of met de trein. Maar ik weet het echt wel. Het is echt een verrassing. Maar nog even wachten. Ik heb net wel wat eten en drinken gehad. Dat was wel wat duurder. 3,5 euro voor 2 kleine zakjes Snickers en zo cola. Ja, voor wat ik heb gehad afgelopen dagen is het wel duur. Volgens mij voor Nederland valt het echt wel mee. Ja, ik had hier gewoon een maaltijd van kunnen. Maar dat geeft niet. We hebben hier dan iets lekker in de bus. Want het is weer 5 uur met de bus. Ik moet even kijken, want ik wil eerst bij een vriend overnachten, maar ik moet even kijken of het mogelijk is. En anders ga ik straks een hostel boeken, want ik heb dit niet geregeld. Er is helemaal niks geregeld. Ik heb ook geen overnachting geregeld. Het is echt helemaal top. Ik moet dan overnacht voor 2 nachten hebben, want ik moet de volgende dag om 6 uur alweer weg. Dus het is echt heerlijk dit, om dit te mogen doen. Dus ja, we gaan naar beneden zo. Volgens mij ben ik niet de enige die met de bus wil, als je zo ziet. Tereijtje. Oké, okay. Dat wordt leuk. Ik hoop dat ik een beetje rustig bus heb. Rustig zitten. Ik denk echt waar naartoe aan dit hele spektakel. Ik ben gelukkig wel bij het busstation. Ik heb allemaal zand in mijn hoofd. Ik kan er wel goed genieten. Om zo... Kijk, hier heb je de wachthal. Oh, hier kan je pizza bestellen. Nou, ik heb geen energie meer om die 3 minuten te wachten. Niet dat daar beter wordt, maar ik moet echt even zitten zo. Ik hoop niet al te ver. Want daar is echt wel te ver voor mij nu. Zo vol last van mijn rug.
Oké, er staat in de app dat het verrassing is, of dat het spoor 1, 2 of 3 kan zijn. Nou, ik sta nu naast elkaar, dan spreek ik vooraan. Platforma nummer 5, notiek vieta ieņemšana autobusā Rīga Dubeli ar atiešanas laiku 18.20. Ik versta dat niet. Maar, het zal wel. Dat ik goede kant sta. Ik kan misschien zo wel even zeker kijken. Dat is wel een goeie. Maar dat is wel gekocht. Dus hier echt gekut met die bussen. Kijk. L11 komt hier. Maar in mijn app gaf hij aan 1, 2 of 3. Ik zag nergens een bus staan in Italië. Ja, om 7 uur. Met een andere bus. Waarschijnlijk wel een hele andere busmaatschappij. Daar heb je tickets van. What the fuck. En dan geeft hij daaraan. Toen moet ik helemaal daar tot het eind lopen. Op een gegeven moment vroeg ik aan wat mensen die wat Engels spraken. En die wisten natuurlijk ook niet. Want die moesten ook wel een hele andere bus. En wat denk je? Er kwam een andere vrouw aan van dat andere bedrijf. Eco Lines. En die vroeg aan mij wat problemen was. Ja, ik zei, ja, ik heb dit en dit. Ja, het is Flixbus. Ga maar naar binnen. Nou, gaat een rij binnen. Geet in. Maar ja, nu naar 11. Heel simpel. Deze trip is echt vermoeiend. Maar ja, komt goed. Oké, ik hoor dat de bus nu komt. Oh, wat we gaan rennen en gestresst, we moeten hem halen. Dat weet je natuurlijk weer nooit. Nee, we allemaal. Daar is hij. Praag naar Tallinn. Top. Schrijf wat uit mijn tas halen. En dan kan je naar Tallinn. Nou, daar ligt hij. Laatste stappen op. Letse bodem. Oeps. We zijn er weg. Zo, we zitten in de bus. En van Tallinn. Nieuw land, nieuw avontuur, nog nooit geweest. En we gaan het zien. Zo, we zijn in Estland. Ik heb eigenlijk een halve route geslapen. Zo'n beetje, het was echt mooi. Maar we hebben even volgens mij iets met de grens of zo gehad. En ik heb me al gereden. We zijn wel in Estland. Zo. Even de beetjes. En volgens mij zijn nu nog 2 uurtjes ongeveer en dan zijn we in Tallinn. En dat zijn hier bij een klein dorpje, even 5 minuten stoppen. En dan ga je door naar Tallinn. En dan is het klaar met de pret voor vandaag. Wat een lange rit. Maar het was wel te leuk. Estland ziet er wel leuk uit, ik ben nog nooit geweest. Dus het is ook echt voor de eerste keer dat ik hier nu op Estse bodem sta. Ik denk ook gewoon zo weer de bus op gaan. Ik denk dat de bus in. Is dat wel leuk? Als die anders ook even open gaat, gaan we bagage pakken en dan kunnen we richting ons verblijf. Oké, dat het echt gewoon nog licht is, daar moeten we wel even beginnen aan te wennen, want het is iets over 11:30 en het is nog steeds licht. Fuck. Het begint wel schemerig te worden en het is bijna donker, maar het is nog wel, ik zie gewoon nog de zon. En het is 13 graden, dus het wordt ook steeds kouder hier. Maar we zijn in Estland. Tallinn ook. Ik moet nog even naar het hostel, is ongeveer 25 minuten lopen. Maar ik ga ook even naar het centrum. Ga ik even wat eten, wat drinken. En nog even de stad misschien bekijken. En dan ga ik naar bed. En dan is dat is eigenlijk weer mooi feest van vandaag. Dus we gaan even zien wat we gaan doen. Oké, ik ben ingecheckt bij mijn hostel. Is een heel mooi hostel. Het is nog steeds een beetje licht. Het is echt bizar. En het is 12:30 s'nachts. Ik ga alleen nog even wat eten. Ik heb wel honger. En ben gewoon lekker ingecheckt en nu kan ik zo meteen ook gaan slapen. Maar het is 12:30, dus ik vind het nog best wel vroeg. Ondanks ik vannacht echt niet op geslapen, maar ik heb in die bus ook al geslapen. Dus ja, dat is een beetje het ding. Maar als het goed is, hebben we hier ergens het eten. Of de kebabzaak.
En dan kan ik bestellen. Ik zeg het sowieso dat dit echt tot 6 uur morgenochtend open is. En de McDonald's was tot 1 uur open. En ik had ook even een nachtwinkel die gewoon 24/7 open is. Nou, wat wil je nog meer hier? Dus we gaan gewoon even wat kijken. Oh, dames en heren, moet je nagaan. Het is nu gewoon op dit moment 2:30 s'nachts. Echt zo. Het is echt, ik lul niet. Het is 2:30 s'nachts. En je hebt dit. Wauw. Hiervoor doe je het ook gewoon. Zo ver reizen, dagenlang ervoor strijden. En heb je dit. Fuck. Ik heb echt heerlijk genoten. Ik was al even hier. Ik was met iemand aan het bellen en toen was het in één keer zo. Toen zei hij al tegen mij. Het ziet er echt heel ziek uit dit. En op een gegeven moment dacht ik zo, maar we zitten bij de zee. Dan als ik hier even naartoe loop. Dus ja, maar ja, loop af en toe wel zwervers rond. Dus het is niet altijd veilig. Maar het is wel heel vet. Ik kan hier echt uren naar kijken. Nou, ik ga naar mijn hostel toe. Ik ga even slapen. Ik wil jullie vanaf jullie dit hele mooie uitzicht, wil ik zeggen, tot morgen. Later. Wat je volgende week ziet in Backpackers. Mooie uitzicht. Hartstikke mooi. Zin? 6, nou het is nu 5:10. Even 10 minuutjes wachten. Nou, ik zou er geen fik van, maar we zijn in Finland. Zitplaatsreservering. Ik denk, wat fuck, wat ben ik? Nou, oké, dan ga ik wel eens aan het zitten. Ik ga eens aan het zitten. Een paar minuten later, of ik denk 10 minuten later, heb ik daar kunnen zitten. Alles ingericht, netjes neergezet. Ik heb ook een zitplaatsreservering. Toen dacht ik, nu ook geïrriteerd. Backpackers werd mede mogelijk gemaakt door Discover EU.